Hoi, ik ben Lea en welkom bij weer een nieuwe video. Ik film deze video eigenlijk totaal make-uploos. Ik vond het een beetje onzin om, als ik vandaag eigenlijk een hele dag zonder make-up ga zijn, om dan make-up op te doen, want dat is totaal niet hoe ik er vandaag uitzie. En ik vind dat nep en ik had er gewoon geen zin in en ik dacht, ik vind mezelf ook prima zonder. Dus ik hoop dat jullie het ook prima vinden en laten we doorgaan naar de video. Vandaag ga ik een Q&A doen over bekend zijn. Of hoe ik bekend ben geworden, hoe ik dat vond, hoe dat allemaal was. Ik heb vragen aan jullie. Jullie hebben vragen aan mij gesteld via Instagram. Volg me gelijk even op Instagram. En ik heb die allemaal even uitgepikt. Sommige waren ongeveer hetzelfde. Dus ik heb een paar zeg maar niet gedaan natuurlijk. Sommige waren ook een beetje irrelevant, want het waren ook vragen die daar helemaal niet over gingen. Ik heb de leukste eigenlijk eruit gezocht. En die ga ik even beantwoorden voor jullie. De eerste vraag is wel de beste om mee te beginnen. Is hoe ben je beroemd geworden? Het was wel de beste om mee te beginnen. Want voor de mensen die het misschien niet weten. Is het misschien anders een hele rare Q&A. Ik heb in 2014 de Junior Song Festival gewonnen. En met het nummer Around. En daarna mocht ik Nederland vertegenwoordigen op Malta. En daar ben ik 8e geworden van de 16. En sindsdien doe ik eigenlijk heel veel optredens en ben ik gewoon in televisieshows geweest en zo. En daarna heb ik in 2017 meegedaan aan The Voice of Holland. En daarom heb ik denk ik ook, mede door die programma's heb ik nu 122.000 volgers op Instagram. Een heleboel. En ben ik nu ook eigenlijk social media influencer. Dus het is allemaal bij elkaar. Dus dat is eigenlijk waarom en hoe ik beroemd bekend ben geworden. Ik ga er even lekker bij zitten. De tweede vraag. Hoe ga je om met negativiteit? En hoe ging je daar in het begin mee om? In het begin vond ik het heel lastig. Ik trok me van alles wat aan. Als ik een foto of video postte en ik kreeg daar onaardige reacties onder, dan was die gelijk weg. In ieder geval foto's, video's, zelfs misschien te lui om dat te verwijderen. Maar ik vond dat altijd heel lastig en nog steeds kan ik het wel eens lastig vinden of als mensen me van iets beschuldigen of als ik mijn mening geef. Ik ben namelijk best wel open en eerlijk over mijn mening, bijvoorbeeld over dingen in de politiek of over homoseksualiteit, over het christendom, Zwarte Pieten discussie. Ik ben daar gewoon heel open en eerlijk over en er zijn genoeg mensen die mij dan beschuldigen van dingen die ik helemaal niet zo bedoel en dat vind ik nog wel eens erg omdat dat mij gewoon raakt, weet je wel. Als mensen zeggen, ja, jij vindt dit en dit. Of jij beschuldigt christendom. Of jij beschuldigt weet ik veel wat. Dan denk ik, nee, maar zo bedoelde ik het helemaal niet. En dat vind ik erger dan dat mensen zeggen, oh, je bent echt lelijk. Dus. Dit is nog steeds geen antwoord op de vraag, hoe ga ik hem om? Ja, het went eigenlijk. Dat is eigenlijk het beste antwoord wat ik kan geven. Het went. Vraag 3. Hoe voelt het om tegen de camera te praten? Eigenlijk is dat best wel gek. Als ik hem nu ook bedenk, ik zit helemaal in mijn eentje in mijn kamer en ik loop tegen jullie aan te lullen. Of eigenlijk tegen mijn camera. En daarna pas tegen jullie. Het is ook best wel een soort van eenzaam. En ik word ook best wel. Ik kan echt uitgeput zijn na een video omdat ik zo lang zelf heb gepraat. Niemand praat terug. Je zit echt in je eigen wereldje. Ik krijg echt een kop ervan. Wat dacht je toen je voor het eerst een liedje maakte? Bij Around, dat was gebaseerd op een jongen die niet echt wist wat hij wilde. En dat vond ik heel irritant. De ene keer vond hij me wel leuk en de andere keer toch maar weer niet. En wilde hij toch een ander meisje. En dat vond ik zo stront irritant. En daarbij wilde ik me ook aanmelden voor het Junior Song Festival. En dacht ik, hey, daar kan ik een nummer over schrijven. Dus dat dacht ik toen. Moest je ook vaak weg van school? Ja, best wel. Ik heb in mijn examenjaar van het VMBO heb ik 1/3 van mijn examenjaar gemist. En ik had een talentenstatus op school. Dat betekende dus ook dat ik vaak weg mocht. Dat ik zomaar even uit de klas mocht lopen om even een telefoon op te nemen voor een interview of zo. Vaak overlegde ik dat wel van, goh, kan elk moment gebeld worden. Ik mocht lessen skippen, ik mocht toetsen verschuiven. Alles wat me niet uitkwam. Klinkt heel ideaal, maar leerlingen gaan je er niet aardiger om vinden als jij alles heel makkelijk mag doen. Als jij opeens weg mag van school, als jij toetsen mag verschuiven omdat het je niet uitkomt. Als jij je huiswerk op een ander moment mag maken. Leerlingen gaan je niet heel veel aardiger vinden als jij privileges hebt. Hoe ga je met al die stress om? Nou, ik ben echt
heel slecht met stress. Ik kan niet tegen stress, ik krijg er hoofdpijn van, ik word er heel naar van. En ik heb best wel snel stress. Dus eigenlijk probeer ik, bijvoorbeeld nu is mijn hele idee om alles in mijn agenda goed te zetten. Heel rustig te denken, oké, wat moet ik nu doen, wat moet ik nu doen? Mijn kamer netjes te houden, want daar, als het een rotzooi is in mijn kamer, is het een rotzooi in mijn hoofd. Maar het is ook andersom, als het een rotzooi is in mijn hoofd, is mijn kamer niet netjes. Nee. Dus eigenlijk probeer ik alles gewoon heel structureel uit te schrijven en op te schrijven. Stef zegt ook, als je denkt, god, ik moet morgen wat doen, ik moet morgen dit doen, ik moet morgen dat doen. Ik kan echt in mijn bed liggen en niet kunnen slapen, omdat ik morgen wat moet doen. Dus dan zet ik alles in mijn telefoon, zodat ik het heb opgeschreven en dan kan ik rustig slapen. Ben je vriendschappen kwijtgeraakt omdat mensen jaloers werden? Ik weet niet of ik bewust mensen ben kwijtgeraakt. Ik denk dat ik er gewoon niet meer bij om ben gegaan. Dat het gewoon verwaterde en dat ik dan later hoorde dat ze van alles over me zeiden. Dus eigenlijk misschien wel. Maar ja, was dat dan een echte vriendschap? I don't know. Denk het niet. Hoe reageerden leraren op je bekendheid? Oké, dit is best wel heftig. Ik wist niet dat leraren zo konden zijn eigenlijk. Op de Levant, dat was de school waar ik VMBO op gedaan, was het allemaal eigenlijk prima. Ik kon met sommige docenten niet, maar dat kon ik ook al niet in de eerste klas. En ik was voor sommige docenten ook bang, maar dat was ik ook wel in de eerste klas. Dus dat had niks met mijn bekendheid te maken. Tot het moment dat ik naar de HAVO wilde. Toen moest ik naar Harderwijk, naar RSG Slingerbos. En toen had ik daar een soort sollicitatiegesprek over of ik naar de HAVO mocht. In mijn cijfers van mijn examen van MAVO waren helemaal goed. Mijn motivatie was er ook. Alles was er eigenlijk. En toen had ik dat gesprek. En dat was de coördinator van HAVO, volgens mij zoiets. Ik weet niet meer wat hij precies was. Ik had later ook nog geschiedenis van hem. Maar die zei toen tegen mij, Ilia, je moet er rekening mee houden dat niet iedereen het leuk gaat vinden dat je naar deze school komt. En toen zat ik daar echt, ik dacht, ja, weet je, dat had ik ook al ergens wel verwacht. Niet iedereen denkt, oh leuk, jullie hebben mij gekomen op onze school. Nee. En ik wist dat er reacties zouden komen, alleen ik dacht, dat is mijn eigen pakje aan. En dat regel ik zelf wel, want ik doe dit nu al toen, op dat moment denk ik 2 jaar... I know how to handle this. En ja, dat was voor hem een reden om mij niet toe te laten. Hij heeft me uiteindelijk wel toegelaten. Maar dat was voor hem dat hij zei, ja, daar ga je het moeilijk mee krijgen. En ga je dit wel aankunnen? En ik zei, ja. Hij zei, ja, maar kan je het ook combineren? Ik zei, ja. Ja, uiteindelijk mocht ik dan wel naar de HAVO. En toen ik daar kwam, duurde het heel lang voordat ik talentenstatus kreeg. En kijk, ik hoef niet per se talentenstatus. Ik hoef niet per se achter mijn naam een dingetje te hebben met talentenstatus. Alleen, als ik dat niet had, mocht ik ook niet zomaar weg. En ik moest best wel vaak weg. En op een gegeven moment kreeg ik dat wel. Want eigenlijk wilden ze het alleen maar aan sporters geven. Want we hadden wel een paar profvoetballers volgens mij of zo. Of prof nog wat op onze school zitten. Maar ik was geen sporter. En daar wilden ze eigenlijk niet aan mij geven. Toen uiteindelijk na aandringen van mijn ouders hebben ze het toch gegeven. En dan had ik gesprekken met de talentenstatuscoördinator of zo. Ik weet niet, talentencoach, zoiets was het volgens mij. En zij was eigenlijk niet zo aardig. Zij vond het allemaal volgens mij een beetje onzin. Zij was zelf profhockeyster geweest. En zij vond het allemaal, ik merkte gewoon heel erg aan haar dat zij dacht van, wat ben je nou allemaal aan het doen? Ik neem dit niet serieus. Ga gewoon lekker aan je school werken. En ik heb op een gegeven moment tegen haar gezegd dat ik mijn carrière belangrijker vond dan mijn school. Op dat moment wilde ik gewoon doorbreken. En dacht ik gewoon, fuck jullie allemaal. Ik wil gewoon mijn talent uitoefenen. Uiteindelijk vind ik school heel erg belangrijk. En ben ik blij dat ik mijn HAVO heb gehaald. Maar op dat moment dacht ik, haha. Dus. En ik had gesprekken met haar en ze was gewoon best wel vervelend. Zij vond volgens mij ook dat ik dingen maanden van tevoren moest aangeven. Kijk, sporters hebben vaak een schema. Die hebben vaak trainingstijden, die hebben vaak best wel een makkelijk schema. Wel druk, maar je kan het wel een soort van plannen. Dat van mij was echt, de ene week kon ik heel veel hebben en de andere week niks. En dat was gewoon best wel lastig. Dus daar kon ze ook niet zo goed mee omgaan. En er waren ook docenten die zeiden, oh, moet je weer naar de studio?
En hoe was het weer met je studio? Of weet je, zulke reacties. En er waren ook docenten die me arrogant vonden. En het probleem was, ik was altijd al een irritant kutkind in de klas. Maar dat was ik ook in de eerste. En dat heb ik ook echt gehoord van mijn muziekdocent. Die heb ik ook nog gehad op de HAVO. En die zei, ja, weet je, jij was altijd al zo'n irritant kutkind. Veel te bij de hand. Maar dat was je al. Alleen, die docenten die wisten dat op de MAVO of VMBO. Maar op de HAVO wisten ze niet dat ik eigenlijk altijd al zo was. Dus dachten ze, oh, zij doet zo omdat ze bekend is. Weet je wel, dat dachten heel veel leerlingen volgens mij ook. Maar ik heb altijd al mijn woordje klaar, eigenlijk. Dus dat was een beetje het probleem. Dat heel veel docenten dachten van, ja, zij is hartstikke bij de hand, maar ze denkt dat ze alles kan maken. Ik was altijd al bij de hand. Ik ging altijd al tegen de docent in. Ik ben er nooit uitgestuurd. Ik weet niet hoe dat is gebeurd, maar ik ben er nooit uitgestuurd. Maar ja, dat was een beetje mijn verhaal over hoe docenten dachten. En ik heb ook wel een keertje meegemaakt dat ik had muziek op de HAVO. En dat is wel heftiger dan bijvoorbeeld een VMBO of in een brugklas. Je moet echt heel veel dingen kunnen en ik kan echt geen theorie. Dus ik moest het van de praktijk hebben. Dus ik ging een keertje zingen voor de klas, voor een cijfer. Ik kreeg ongeveer een 7. Toen dacht ik al, nou oké, prima. En toen ging een ander meisje zingen en die zong echt knijtervals. En ik vond het gewoon bijna zielig dat ik daar zat van, zeg maar, dit was de toonsoort en hier zong ze alles. Het ging echt zo, snap je? Zij zong alles op een andere toonsoort. Dus eigenlijk was alles vals. Dus ik had eigenlijk de neiging om naar voren te stappen en te zeggen, deze toonsoort moet je zingen. En dan had ze het waarschijnlijk gewoon gedaan. En zij kreeg ook een 7. En dat vond ik gewoon oneerlijk. Omdat ik dacht, ja weet je, als je piano deed het vals speelt, dan krijg je ook niet een goed cijfer. Dus ik had dat gezegd van, goh, ik vind dat best wel oneerlijk. Niet waar dat meisje bij was natuurlijk. En mijn ouders hadden ook gezegd van, ja weet je, als jullie haar moeten geloven, dan is dat gewoon niet zo eerlijk. En toen zei ze, vals zingen is een mening. Toen zei ik, nee, als je op de piano een A moet spelen en je speelt een B, dan is het ook vals. Ja, nee, maar je moet niet denken dat je door het Junior Song Festival allemaal hoge cijfers kan halen met zang. En toen dacht ik, oh, oké, dat is het dus. Jaloers. Ze gunt het me niet. Zulke dingen waren er gewoon best wel vaak. Totdat ik die docent van Levant ook op bij muziek kreeg. En toen had ik opeens 9. Dus toen dacht ik, yes, 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 yes. Dus dat was mijn verhaal met docenten. Ja. Yeah. Wat vond je het meest lastig aan alles? Ik denk dat ik... Ik heb niet echt een normale puberteit gehad. Ik ben echt pas op mijn 18e veel uitgegaan. En heb op mijn 18e eigenlijk dingen uitgeprobeerd. Nou, niet echt dingen zoals drugs of zo. Maar bijvoorbeeld een sigaretje of zo. En eigenlijk hebben heel veel mensen dat al veel eerder gedaan. En ik heb niet per se wat gemist, maar... Ja, echt vrienden maken kon ik ook niet echt of zo. Mensen namen niet echt de tijd om mij te leren kennen. En toen ik ouder werd, kijk, iedereen is dan op een gegeven moment een soort volwassen. En geeft geen fuck meer om je bekendheid. Maar heeft zoiets van, nou, ik leerde eerst kennen. Maar dat op je 15e doen mensen dat niet. Dus dat vond ik wel lastig. En mensen wisten niet wie ik was en wat ik voor persoon was. Maar oordeelden me wel, tuurlijk. Maar ook gewoon in mijn dorp. En dat vond ik gewoon kut. En ik heb wel een tijd gehad dat ik niet echt meer naar het dorp durfde. Naar het centrum van Zeewolde. Dat ik me alleen maar bekeken voelde. Dus dat ik echt een soort van bezweet thuis kwam. Omdat het zo... Ik vond het gewoon eng of zo. Dus dat vond ik wel lastig eigenlijk. Werd je veel aangesproken op straat? Ja, ik word nog steeds wel eens nageroepen. Als ik naar de sportschool fiets, dan is het Julia van Bergen! Maar dan vaak als ze zeg maar... Dan fietsen ze langs me. En dan ben ik 2 meter voorbij. En dan hoor ik een beetje Julia! En dan denk ik... Hoi. En soms dan zit ik echt zonder make-up met de knot om mijn hoofd. En denk ik, oké. Awkward. Dus ja. En vroeger, een tijdje geleden, werd ik ook wel echt nog aangesproken op straat. Maar nu word ik vaak herkend of nageroepen. Of... Zie je een streep voor mijn gevoel. Of bekeken. Dus ja. Hoe was je op het idee gekomen om YouTube te gaan doen? Was je toen al bekend of niet? Ja, toen was ik al bekend. Tenminste, correctie. Op mijn 12e heb ik mijn eerste YouTube-filmpje geüpload. Dus ik deed eigenlijk al aan YouTube met covers en zo. Die heb ik allemaal verwijderd. En toen ben ik op een gegeven moment op mijn 15e, denk ik. 15e? Nee, ik denk 16. Ik denk dat ik 16 was. Begonnen met echt YouTube-video's maken. Omdat ik wilde laten zien dat ik eigenlijk ook gewoon een normaal persoon was. Ik weet niet of dat gelukt is. Wilden er veel mensen opeens met je omgaan toen je bekend werd? Nou, niet per se echt. Ja, sommigen wel. Sommigen komen nog steeds wel eens naar me toe in de kroeg. En dan zeggen ze, ah, Julia,
van Bergen. En dan knuffelen ze mij helemaal en dan denk ik, ga eens weg. Want ja, ik weet gewoon dat je achter mijn rug onwaarschijnlijk gewoon over me praat. Dus wat wil je nou? En dan zijn er gewoon vrienden van diegene bij. En dan ken ik diegene bijvoorbeeld wel. En die vrienden wat minder. En dan wil diegene gewoon laten zien dat hij me kent. En dan denk ik, ja, dan ga maar gewoon weg. Want dat is gewoon vervelend. Als je gewoon weet, diegene praat slecht over mij. Want ik, ja, dat gewoon. Wat zou je anders hebben gedaan als je er nu op terugkijkt? Nou, ik weet wel dat toen ik net het Junior Songfestival deed, of had gewonnen, in ieder geval in die tijd, ik zat echt in een soort van bubbel. Want je maakt zoveel mee. Zoveel dingen die niemand meemaakt. Je bent echt een soort van hele tijd in shock. Je maakt dingen mee, je wilt het alleen maar vertellen. Als iemand een hockeywedstrijd had gehad in het weekend, mocht diegene natuurlijk gewoon vertellen. Die zei, ja, ik heb gehockeyd. Wat ik had gedaan in het weekend was heel anders. En dat werd niet echt gewaardeerd of zoals ik dat vertelde. Dus ik voelde me ook heel vaak van, jongens, ik wil wat vertellen. Ik heb iets heel tofs meegemaakt. Wat ieder mens zou hebben. Maar daardoor praat ik alleen maar over mezelf. En alleen maar over wat ik meemaakte. En had geen oog meer voor anderen. En daar ben ik ook best wel op afgerekend door mensen. En dat snap ik ook op zich wel. Maar ik snap het ook van mezelf dat ik zo was of zo. Dus dat had ik dan anders gedaan als ik... Ja, dat kan je misschien niet anders doen, maar dat had ik anders willen doen. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden en ik hoop dat ik jullie wat wijzer heb kunnen maken over hoe het een beetje voor mij is geweest. Ik hoop dat jullie dit ook een hele leuke video vonden. Vergeet zeker niet te abonneren, duimpjes omhoog te doen en ik zie jullie weer bij de volgende video. Doei!